heel blij met hoe ik gespeeld heb. Ik denk dat het een goede wedstrijd was. Het ging behoorlijk hard. Maar ik ben heel blij met deze overwinning. Wat is het verschil met die titel van 5 jaar geleden? Toen was ik ten eerste nog echt een jonkie en gewoon was het een verrassing, zeg maar, dat ik won in principe. Dus speelde ik eigenlijk zonder druk en gewoon vrij uit. En ik denk dat wat dat betreft deze week wel iets anders was. Je bent eerste geplaatst en ook gewoon, ik had mezelf wel tegen mezelf gezegd, ik ga gewoon deze week in om gewoon te kijken hoe ik ervoor sta en gewoon lekker te spelen, hopelijk 3 potjes te spelen. Maar ik ben eigenlijk heel blij met het niveau wat ik nu gehaald heb. Voelde je enige druk als favoriet hier? Ja, natuurlijk, dat voel je altijd wel. Je leest ook dat ik eerste geplaatst ben, dat weet je natuurlijk. En je leest dat ik titelfavoriet ben. En dat is gewoon ook zo, als je kijkt naar rankings, is dat ook gewoon zo. Maar ik ben gewoon heel blij met hoe ik heb gespeeld onder die druk en als voorbereiding op het nieuwe seizoen. En nog één ding, die fantastische bal, die winner tussen je benen door, je moet er zelf om lachen. Ja, nou, dat was, dat is iets wat je dan binnen een split second beslist. En hij ging er mooi overheen, dus het was jammer dat het op 3-0 achter gebeurde, maar hij was wel heel erg mooi.